zijn Alterno, Alterno. Wij zijn Alterno. Ja, la, 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 la. Ja, doe je anders van mij vieren. Ja, ik... Als iedereen een plek heeft gevonden, dan gaan we van start. Bijzondere ALV, en het is een bijzondere ALV, want we gaan vandaag een leuk doen. We gaan de dames en heren aan jullie voorstellen. En daarnaast gaan wij ook nog een aantal nieuwe bestuursleden presenteren. Waarbij ik heel blij ben dat we die hebben gevonden. Want het is en blijft een behoorlijke klus om het allemaal te doen. Leuk dat jullie de moeite hebben genomen om hierheen te komen. Hey. Zo oud is ze nog, de Pameloes. Hoe lang voel je al die dames in de wereld? Lang. Ik ben aan mijn tweede periode begonnen. Maar hoeveel jaren heb je gedaan? Ik denk dat ik al een jaar of 15 of zo dames in bezig ben. Is dat is in hoogte in dat? Ja, dat is een applaus. Hoe hebben jullie je voorbereid en waar heeft de focus eigenlijk op geleverd de afgelopen maanden? We hebben ons voorbereid door een aantal goede drie-man oefentoernooien lange dagen te oefenen. Veel te trainen, we zijn vroeg begonnen. Trainingen. De focus ligt deels op doorzetten waar we de afgelopen 3 jaar of 2 seizoenen mee gestart zijn. En we hebben vorig jaar weggeslagen waar we van een moeilijke situatie in de net willen groeien hadden. Dus we willen veel druk blijven leggen, aanvallend blijven zoeken, veel verdedigend en blokkerend spel. En dat zijn we eigenlijk constant aan het uitbouwen, omdat in steeds moeilijkere situaties op elkaar te krijgen. En het
gaat steeds beter niet. En nou ja, gisteren hadden we daar een goede testcase voor, want er zitten ook twee midders die de handen aardig op het net konden steken. Dus daar hadden we echt wel last van. En dus dat was meteen een mooie voorstelling in onze oefenreeks op dat vlak. Ja, ja. De verwachtingen hebben die doelstellingen uitgesproken naar elkaar voor dit seizoen. En dat is natuurlijk ja, de ontwikkeling van speelsters is een hele leuke, maar ook een plek op de ranglijst. Want ja, we spelen natuurlijk ook niet voor niks. Klopt, en dat hebben we vorige week met z'n allen besproken. En om de doelstelling heel te maken, maar ook uitdagen en wel een beetje prikkelen, hebben we gezegd dat we ons doel wordt top 3. Nou, dat is een applausje waard volgens mij. Dames en heren. Nou, maar ja, terug op het oude nest. Hoe is dat? Ja, super fijn. Het is een beetje mijn tweede huis geweest vroeger. Dus na 5 jaar weg te zijn geweest, was het eigenlijk wel weer een logisch gevolg. Ja. En je hebt je nog meegenomen? Nou, niet de enige volgens mij. Maar goed, ik ben hier natuurlijk ook al een keertje eerder geweest. Dus een klein beetje thuiskomen. Ja, wat is het verschil, de heren die afgelopen jaar bij Reflex gespeeld, wat is het grootste verschil tussen Reflex en Antelmo? Ja, dat is lastig te zeggen denk ik, omdat voor mij waren beide clubs een nieuwe club, dus dan moet je opnieuw een beetje mensen leren kennen. Maar het grootste verschil denk ik is dat hier bij Alterno wordt wel meer met de teams onderling contact gemaakt. Dat was bij Reflex niet wel vrij weinig contact met andere teams. Wie zit de voorbereiding op? Wat waren jullie op gefocust de afgelopen weken? Nou, als allereerste, we zijn ook weer vroeg begonnen, zeg maar. Na de competitie voor de zomer zijn we begonnen met trainen in het team. En het eerste wat wij zeg maar, moeten doen is meer team worden. 4 spelers van buitenaf, waarvan de een bij Alterno gespeeld heeft, de ander een keertje bij Alterno en sommigen ook niet. Maar ook spelers van het tweede naar het eerste overkomen. 6 nieuwe spelers. Een nieuw team, nieuwe trainer, een nieuwe trainingsduo. Wouter Langendijk is natuurlijk nu niet, maar die doet samen met mij de trainingen verzorgen. Dus we zijn eigenlijk enorm bezig met het focussen van oké, we moeten gewoon meer team worden. Vertrouwen in elkaar krijgen, systeem inzetten, dat soort dingen. Nu heb je een aantal spelers uit de topdivisie terug. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om ook een doelstelling in te leggen van hé, we moeten kampioen worden. Nou wil je ook jonge spelers heel erg de gelegenheid geven. Hoe ga je dat aanpakken, dat stukje concurrentie tussen jong en oud en wel of niet winnen of verliezen? Klopt, de doelstelling is ook echt heel simpel. We willen ook kampioen worden, dus daar gaan we ook voor. Maar ik heb aangegeven, we worden kampioen met 12 en niet met 7 of met 8. En gisteren zijn we daar ook gewoon mee begonnen. Dat betekent dus ook als het loopt en we spelen en we staan voor en dat lukt, ja, dan gaan we ook wel gewoon wisselen. Dus dan gaan we ook andere spelers een kans geven om te beginnen. En als het niet goed gaat, haal je ze eruit, dat is gisteren ook gebeurd. En dan zit je ze zet naam gewoon weer in. Dan ga je ding doen, je kan het. Het enige wat ik gevraagd heb aan ieder is van laat zien dat je tweede divisie aan kan. Dan kan ik je inzetten. Dus op die manier zullen wij trachten kampioen te worden. Dus met 12 man en staf. Super. Dames en heren, heren voor het uitkomende seizoen. Astrid Koffs, een voor velen bekende naam. En jouw vraag, wat ik jou moet bewogen om eigenlijk ja te zeggen tegen een bestuursfunctie. Astrid gaat zich met de portefeuille van de vereniging bezighouden. Dat is wat breed, maar zaken als vertrouwenspersoon, ledenadministratie, activiteit, communicatie, sponsoring, dat is eigenlijk allemaal een beetje wat daaronder valt. Gaat ze niet alleen doen, ze hebben heel veel handen voor nodig. Maar wat is de reden dat je hebt gezegd, dat is ook wel een vraag. Nou, dat komt eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten natuurlijk om bij Alterno. Maar ik vind het super om wat terug te kunnen doen. En ik vind de portefeuille met waarin we nu vooral bezig met sponsoring, dat is een belangrijk onderdeel. Dat na de coronaperiode is dat toch wel weer belangrijk om echt weer op te starten. Te kijken of we weer nieuwe sponsors kunnen aantrekken. Maar ook met de bestaande sponsoren weer de relaties echt weer opbouwen. Ja, graag een heel groot applaus voor jou. Ik zag nog een leuke vol. Ja, ik had al genoemd, Rob van den Dol. Ja, Rob was
zeker geen onbekende binnen deze vereniging. Behoorlijk staat van dienst als speler, maar ook in de organisatorische zaken van de jeugd. Ook aan jou de vraag, ja, waarom eigenlijk in de stad ook door het bestuur? En als je dan kijkt naar waar mijn hart het meest uitgaat, dan is dat opleiden, dus ook een beroep. En ik dacht, dat kunnen we altijd nog echt nog wel wat completer doen. Het ging altijd heel goed, maar ook al uit een linkspositie met onwijs veel linies. Maar ja, als je even knippert met de ogen, dan is het zomaar helft verdwenen. En dat is iets waar ik de komende tijd graag mee bezig ga samen met jou. Is om te kijken of we zeg maar de instroom, de ledenaantallen bij de jeugd en de minis op een gezond peil kunnen brengen en houden. Zodat iedereen zoveel mogelijk voetbal te zien kunnen geven. Heel goed, ja, dat is goed. Rob en ik gaan samen met die voetbalzaken pakken. Ze hebben een nieuwe naam aangegeven. Om te kijken of we meer structuur tussen de minis, die jeugd en de senioren kunnen krijgen. En we hebben wel gemeend, onze vereniging, dat is wel de minis en de jeugd. En natuurlijk zijn senioren ook ontzettend belangrijk. Maar ik denk dat we daar nog wel wat winst kunnen halen. Daar wat meer aandacht en energie aan te geven. Een applausje voor Jan. Jan die gaat de portefeuille van wedstrijdzaken onder zijn hoede nemen. Jan, help mensen, wat houdt wedstrijdzaken allemaal in? Want dan denk je misschien alleen maar aan een wedstrijdje. Maar wat houdt het voor jou? Hoe ga jij je mee bezighouden? Het hoofddoel van wedstrijdzaken is dat alles wat je moet doen om überhaupt een wedstrijd te kunnen spelen. En daar komt iets meer bij kijken dan eerst training geven, dat zijn de voorbereidende kanten. Zorgen dat je de juiste mensen in de juiste teams hebt zitten, dat zijn de voorbereidingen. Maar op een wedstrijddag heb je zaaldiensten nodig, je hebt roosters nodig, je hebt een wedstrijdschema nodig, je hebt scheidsrechters nodig. Dus ik ga me met name een beetje in die hoek waarvan heel veel mensen er maar standaard van uitgaan dat dat er altijd is, opnemen. Ja, Martin, welkom. Martin stelt zich beschikbaar voor de functie van voorzitter. Ik vind dat wel iets speciaals, moet ik zeggen. Martin die, heeft mij gevraagd ook even een woordje te mogen. Dus bij deze eigenlijk aan jou, stel jezelf eens voor en waar ga je aan de slag komen? Het is zo, ik zal heel even iets vertellen, want ik denk dat alle gezichten die op de bank zitten, die zijn al heel lang bekend bij de vereniging. En hier staat min of meer een nieuw gezicht binnen, dat is niet helemaal. Dus zonder er echt een sommetje van te maken, ik heb mijn eerste volleybal geslagen in 1969. En dan ga ik een hele grote sprong maken, precies 23 jaar later en een paar volleybalverenigingen later kwam ik hier de hal in, bij Alterno en in Apeldoorn wonen en ervoor sinds ook in Apeldoorn wonen. En ik voelde me gewoon echt wel thuis. Dat was echt gewoon mijn club. Dus wat wil dat het feit? Precies 23 jaar later stap ik hier weer binnen. En dat is dat gesprek met jou. Ik ben even over die eerste zin heen gestapt. Daarna zijn we gaan praten wat moet er gedaan worden. En toen kwam ik hier op de vrijwilligersdag. En dan vind ik dat echt wel indrukwekkend dat zo'n club autonoom draait. Eigenlijk met allemaal mensen die daar niet zozeer iets mee verdienen. Maar die dat allemaal gewoon een project op zich nemen en tot een goed einde. En toen vroeg ik inderdaad, wat gaan we eigenlijk moeten doen? Waar moeten we aan werken? Wat is er? En toen kwam vrij snel het woord cultuur op de agenda. En het woord groen hart. Dus daar werd een groene hartpresentatie gehouden, want wat is het topic wat wij toen besproken hebben? Dat is dat er altijd een soort spanningsveld is tussen prestatie en cultuur. En dat is de discussie tussen wie ben ik en wat kan ik. En op het moment dat je gaat identificeren met prestaties, dan betekent het dat je net zo goed bent als je laatste resultaat. En als dat resultaat tegenvalt, dan val je zelf een beetje tegen, dat is niet zo lekker, zeg maar. Dus de cultuur gaat over het DNA van de club. En zei, nou dat spreekt mij wel aan, inderdaad, om daar aan te werken. En ik inderdaad een aantal jaren heb ik mijn werkleven ook aan besteed. Ja, ik heb er eigenlijk allemaal vertrouwen in. En niet alleen in jou, maar ook in de andere kandidaten. Maar uiteindelijk beslissen wij niet wat er gebeurt, maar dat doen wij als vereniging. Dus eigenlijk de formele vraag aan jullie, is iedereen akkoord met het aanstellen van deze vier nieuwe bestuursleden? Of zijn er mensen die daar doen? Bezwaar tegen. Als dat het geval is, dan mag je nu je hand opsteken als je daar bezwaar tegen hebt. Mag ik dan concluderen dat iedereen het ermee eens is dat deze vier mensen.